gekregen. Gaan wij de eerste klas volgen. Ja. Verder naar binnen. Hoor ik van jou een seintje als je daar geweest bent? Ja. Prima, gaan wij over. Hans, Ron! Ik denk als jullie ze niet om nog kunnen pakken, dan is het helemaal dubbel. Maar ik ben al aan de andere kant geweest. Oké, okay, want mensen aan de tweede pas willen via het balkon boven. Maar hier op de eerste vesting is het niet veilig. Nee, dat heb ik niet gezegd. Want ik heb nog steeds een brand die onder die trap zit. Ja, oké. Okay. Maar daar zit ik nu op. Maar het achterste gedeelte, daar is in principe nog geen vuur. Nee. Wat je hebt gezien. Nee. Dus we kunnen wel veilig boven naar binnen. Als je aan die kant vandaan blijft, is het goed. Okay. Zolang we maar niet op de eerste verdieping aan deze kant komen, dan weet ik helemaal niet. Maar dat loopt maar tot en met de trap. Okay. Nee, dit stukje, dat wat hierboven zit, dat loopt tot en met de trap, zeg maar. Hier vandaan tot aan de trap. Dat is dit bovengedeelte. En het andere gedeelte, dus een los gedeelte, dat gaat via daar. Ja, want hier, jullie hier ben ik niet geweest, hè? Oké. Okay. Nu even rustig. Je hebt de deur geopend en achter de deur zit... Ja, er zit daar de brand. We hebben de brand over. Oké, afschermen. En die mogelijk afblussen. Denk om de gevaarlijke stoffen. Jukka! William! Missie voor jou! Missie voor mij! Is het warm? Ja, hij is cool. Ja. En waar zit dan die trap? Waar zijn wij nou binnen gegaan? Nou, die zit hier ergens... Hier zo zit hij ergens. Ja, daar zo. Hij zit gewoon, als je daar door die deur bij 13A... Bij 13A, onder die trap. Juist. Daar zijn wij nu naar binnen gegaan. En hier zo kan je dus hier brandt het niet. Nee, hij gaat alleen maar naar boven. Okay. Dus wij gaan nu met de straal gaan wij naar boven toe. Om deze kant te kijken van de kant.
stoof goed. Onder de trap hebben wij het nu onder controle. Daar is die brand begonnen. Het is in een laboratorium. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Ja, heb ik meegekregen. Daar is die begonnen door de trap naar boven toe. Die ruimte daar zit helemaal niks in. Hebben we nog wel een slachtoffer nagehaald? Dat zou het woonhuis moeten zijn, dus die hebben, dat is leeg daar zo. En ook geen brand. Okay. Dus hoe die dan bij het dak komt. Jullie zijn aan die zijde ook al. Erik, die pakt hem daar vandaan, helemaal tot aan deze scheiding. Bovenkant trap is deze ruimte helemaal tot aan de zijkant. Dat is één ruimte. En daar zit Erik. Erik met twee ploegen. Jij bent helemaal niks. Ik ben hier ingezet voor. Je kan er niet door, je kan hem niet afblussen hier. Wij hebben gezegd, we houden eigen mensen bij elkaar. Wij zaten hier puur de afscherming. Maar wij hier het doen, dan zijn ze eigenlijk niet boven. Ja, deze trap is weg. Ja, die trap waar die begonnen is, die hebben we nou tot hier. Want die willen we even afscheiden. Alleen inderdaad, boven heb je dit vierkant. Daar heb ik geen brand. Hier heb ik geen brand, dat lijkt op mijn dorp. Ja, die was goed dat die minder worden, maar ik denk dat die daar in vier hoeken. Ik kan van achteren, van je ook niet aan. Ja, dat kan voor je, ja. Ik ben achterlangs zijn rond gegaan. En daar zit hij niet. Dus hij is via die ruimte onder de trap naar boven gegaan. Nou, een paar. In die hoek naar het dak zijn. Die jongens zeggen dat hij het dak niet meteen kan. Dus hij moet daar in die hoek. Ja, dan moet Erik nu meteen weer in de beker. Ze zijn bij Jotski. Ja, dat maakt niet uit. Die staan met een lage drukstraal, die doorslag van boven te pakken. Dus die staat ingezet op het dak. Oh. Ja. Dus ik hoef dan niet naar boven te komen. Hoor. Ja, ik heb de vuurraad nou op deze verdieping ook nu. Okay. Onder is die uit, onder aan de trap. Okay. De trap is uit. Die staat voor boven ingezet, dus jij bent alleen hier. Ja, ik ken de verdieping af, want ik zeker weet niet hoe ik erin zit en dat moet ik ook af. Oké, wij pakken het slachtoffer, zijn we klaar. Ondanks voor de honden dekken. Ja, en dan kan het wel. Honden.